Woensdag gaf Madonna in Montreal de aftrap voor haar 10e wereldtoernooi, Rebel Heart. En de verwachtingen waren niet al te hoog, gezien de kaartverkoop. Maar het was een spetterende show. Daar slaat de Queen of Pop nu keihard terug. Mede dankzij deze man die daar zit, Rob Jacobs. Want Rob had een tekening ingestuurd, op verzoek van Madonna eigenlijk, aan alle fans in de wereld. Jongens, als je, ik ga even voor je staan als je het niet vindt. Ja. Alle fans in de wereld, stuur wat op als je wat hebt. En dan lig je op een avond te kijken naar het concert van Madonna. Ja. En wat zie je dan, Rob? Nou, het concert begon om 3:30 s'nachts. En er werd door mensen via de Periscope app werd het concert gestreamd. Dus ik denk, een half uurtje, dan ga ik naar bed. En ik bleef op een gegeven moment kijken. Want je bent fan? Ja. 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 Ik was wel benieuwd. Ik was aan het kijken en rond 4:45, toen hoorde ik opeens... ik had alleen audio op dat moment. Toen zei ze, art from my fans. Ik denk, oké, ik heb geen beeld. Ik wil zien wat er gebeurt. En toen kreeg ik beeld. Toen zag ik in één keer tekeningen voorbij komen. Maar dit zijn jouw tekeningen? Er zitten er 3 van mij in, ja. En die zie je dan gewoon voorbij komen. Maar je hebt het opgestuurd op een verzoek van haar. Maar krijg je dan een ontvangstbevestiging? Een bedankje? Ik heb ze verstuurd via WeTransfer. En als zij dan dat downloaden, dan krijg je automatisch een bevestiging. Dus ik wist wel dat ze het hadden. Maar ja, er zijn zoveel fans die ook creatieve dingen maken. Dus ja, de kans is klein dat je uitgekozen wordt, denk ik. Bitch, I'm Madonna? Dat heb je opgeschreven? Bitch. Nou ja, dat is een titel van een nummer van haar. Het is niet dat ik dat dan zelf vind, maar... Maar dit heb je... Wauw. Maar vind je dan niet... Ben je dan trots dat het zo gebeurt? Of denk je, nou, waar kan ik mijn factuur naartoe sturen? Ja. Nou ja... Ja, dat denk je wel. Als ze een check na wil sturen. Nee, het is wel een hele eer. Ik bedoel, ik volg het al heel lang. En als je dan in één keer je idool ziet en achter haar zie je die beelden voorbij komen... Dat is wel een soort bekroning op je fandom, zeg maar. Hoe wilde je het laten zien? Want als je laat er, althans, zoals ik het ervaar, als heel krachtig. Ja, het is, ik vind haar vooral inspirerend omdat het iemand is die... ze gebruikt heel veel creatieve mensen om zich heen. Fotografen, videoregisseurs, noem maar op. En dat vind ik heel erg interessant aan haar. En ze heeft een hele duidelijke, sterke boodschap. Dus het is wel iemand die weet waar ze over praat en wat ze doet. Maar vanaf nu kan je portfolio staan. Ik heb werk gemaakt voor Madonna. Ja, ik sta op de loonlijst. Dames en heren, geef hem een applaus. Rob Jacobs. APPLAUS.